Eduard Plateauwagen en Multitransporter zijn in basis exact hetzelfde en hebben dan ook veel overeenkomsten met elkaar. Zo zitten bij beide aanhangwagens de wielen onder de laadbak, waardoor de borden helemaal naar beneden kunnen worden geklapt. Zo is de laadbak bijvoorbeeld ook makkelijk te beladen met een vorkheftruck. De laadbak, die de volledige breedte van de aanhangwagen beslaat, is voorzien van borden die, zoals gezegd, geheel naar beneden kunnen worden geklapt of, indien gewenst, zelfs compleet kunnen worden afgenomen. Langs de laadvloer bevinden zich een groot aantal verzonken sjorrogen en onder de laadbak zijn er ook touwhaken voorzien. Het grote verschil tussen de plateauwagen en de multitransporter wordt duidelijk als we naar de achterzijde van de beide aanhangwagens kijken. De multitransporter is namelijk affabriek voorzien van speciale cassettes onder de laadvloer waarin twee opreplaten van 250 cm lang zijn opgeborgen. Een klep aan de achterzijde van de wagen geeft toegang tot deze cassette waardoor de opreplaten eenvoudig in en uitgeschoven kunnen worden. Een voorziening die niet aanwezig is bij de plateauwagen. De laadvloer van de multitransporter is aan de achterzijde voorzien van een speciaal U-profiel waar de opreplaten opgelegd kunnen worden. Dit U-profiel zorgt er tevens voor dat de opreplaten geborgd zijn en niet los kunnen komen van de laadvloer. De laadvloer van de plateauwagen heeft dit speciale U-profiel dus niet. Aan de voorzijde zien we nog een verschil tussen de plateauwagen en de multitransporter. Bij Arnecars is de multitransporter namelijk ook nog eens standaard voorzien van een lier-op-liersteun.